Calvin. Calvin. Terug van weg geweest, dames en heren. Welkom. Vandaag ga ik Temptation Island kijken. Met wie kan je dat nou beter doen dan The Man of the Hour? Sorry. Yes. Even een korte uitleg voor de mensen die net als ik niet naar Temptation Island kijken. Tempa wordt dit seizoen vooral gekenmerkt door de niet zo snuggere uitspraken van Sonny. Dat is hij dus. En dit was zijn vriendin toen hij begon aan dit programma. Ja, super lekker wijf. Na een paar keer dingen te zeggen zoals... Dat is mijn propose. En... Het is mijn levensproject. Had zijn vriendin JD zoiets van... Later, ik ga met die knappe surfer doen, Ricky. Dat ik niet meer verder kan met onze relatie. Nou ja, dat dus. Daarnaast wandelen er ook nog wat mensen rond zoals Kevin en Gregory en de vriendin van Gregory. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Het gaat vooral nu even om onze eigen Sonny. Zoals velen kennen ben ik Sonny van Temptation Island. We gaan er wat van maken met z'n allen. Ook bekend van Wereldreis op Wielen. Dus laat gaan. Op wielen, dat heeft toch niemand gezien? Het was een beetje een oude lulprogramma. Als er nog opa's en oma's kijken, dan kunnen ze je daarvan kennen. De milfjes. Ik kijk Temptation Island niet. Maar toch weet ik wie Sonny is. Dat is echt kut. Ik weet het helemaal niet. Ik kijk het ook nooit. Oh, nu valt alles op zijn plek. We zijn al 4 jaar gevraagd. En al 4 jaar hadden we gezegd van, nee, we gaan echt niet doen. En als JD keek, zei ik, we kijken nou naar. Dat is toch een dom programma. En uiteindelijk kwamen we zelf op het kruispunt dat we benaderd werden voor de Amerikaanse versie. Dus dat gingen wij bekijken, hoe werkt het allemaal. Toen dacht je, dit gaan we doen. Toen dacht ik, dat hou ik wel vol. Uiteindelijk was het gewoon een Nederlandse versie. Er was helemaal niks Amerikaans aan. We deden mee en we stonden op glad ijs. We wisten niet meer echt of we verder wouden, ja of nee. Dus toen kwam het echt als groepen van, laten we dit gewoon testen. Maak je wel afspraken van, we blijven loyaal aan elkaar en wat er ook gebeurt. Niet gelukt. Ik ben wel loyaal gebleven. Nee, maar ik heb niks gezien. Ik heb nergens in gehouden. Ja, nou, ik ben gewoon maar aan het stoken. Het is heel makkelijk om jou op basis van de fragmenten die je online ziet. Hoe zeg ik netjes? Gewoon een debiel te vinden. Ja, dat is goed gelukt. Dat neem ik jullie alvast uit de mond. Ik zit hier met Sonny de debiel, maar we gaan vandaag op deze Island kijken. Ik vind het kicken dat je er bent. Let's do this. Purpose, man. Het ziet er spannend uit. Oh shit. Oh shit. Nou gaat het gebeuren. Maar kijk eens in zijn broek, lijkt het. Op het begin dacht ik gewoon van ze willen me gek maken. Kan een knuffel gaven of het zou echt kunnen zijn dat ze zo in zijn broek zitten. Nee, ja. Maar volgens mij was het een hele onschuldige gebeurtenis. Okay. Ja, ik word er niet warm of koud van, maar ik vind het wel weer apart dan om te zien hoe dat aan de andere kant doodwingers zijn gaan. Heb je het porselein in je muil? Ja. Ja, ik heb dat ook nodig namelijk. Dus je kan bijna koffie trekken uit mijn tanden. Zo zet van, ik ben echt smoor verliefd geworden op een andere jongen. Hey Jade. Pak het leven bij de ballen. Go for it. Wat zeg jij? Zo werkt het niet. Hoezo niet? Je moet dan toch zeggen, hey, ja, hallo, dit is mijn vrouwtje. Ik ben een spirituele guy. Als je elkaar niet meer gelukkig maakt, dan moet je dat vragen, toch? Okay, maar er zit nog een gebied tussen. Proberen dat. Ja, maar dat doen we al 3 jaar. Okay. Neem ons eens mee in gedachten. Ja, mij hoeft het meer bij... Bij Gucci. Wie is dit? Is dat Gucci? Ja. Ja, ik hou echt van. Boring! Contrast toch? Nee, contrast. Contrast, inderdaad. Propose. Ik weet dat je superveel van JD houdt, maar misschien is zij het niet. Was zij gewoon hier een beetje aan het stoel? Zij probeert inderdaad op me in te praten en je hebt ook niemand om te praten, dus je zit een beetje vast met elkaar. Ja. Dus ja, we gaan elkaar in praten. Liefde is het mooiste wat er is in deze wereld, maar liefde kan het ook het meeste pijn doen. Je hebt wel de quote. Ja, dat is volgens mij alleen maar. Jij moet, ken je Johan Cruijff? Nee, wie is dat? Die was daar ook goed in. Misschien moet je een boekje maken. Fijn zo. Kijk, hier kijk je natuurlijk niet graag naar. Ik zeg het je eerlijk, ik zie liever JD gelukkig dan dat ze ongelukkig is. Ik zou het helemaal kut vinden. Op het begin had ik wel zoiets van, oké, dit is best wel moeilijk om te zien. Maar het is mij nu alweer 5-6 maanden geleden. Ik hoop echt dat ze zielsgelukkig met elkaar zijn. Oké. Je bent verschrikkelijk. Nee. Volgens mij zit een hartstikke aardige vent. Hebben jullie nog DM's naar elkaar gestuurd? Ja, toen deze afgelopen was, dan hebben ze alle geluk gewenst. En daarna begon Temptation. Ze is best wel veel met modder gaan gooien op social media. Is er natuurlijk nergens voor nodig. Nou, ik ben sowieso niet van de modder gooien. Doe me eerder kak gooien. Zijn nou kanker? Kak. Als ik bij Ricky ben, dat ik me gewoon heel fijn voel. Ik begin echt ook een beetje kriebels te krijgen. Ik heb vrienden die naar Temptation uitkijken. Die vinden haar allemaal fucking lekker. Ja, het is super lekker wijf. Knapste van het hele programma. Vind ik ook. En ze is 22. Kneedbaar. Ik zit er denk ik wel doorheen. Ja. Doordat ik ook de beelden zag van Gultje. En we hebben denk ik one mind, one heart. Dit is toch de allerliefste guy in de wereld. Ja, dit is een knuffelbeer. Kijk hem zitten. Dit is echt een knuffel. Deze kun je er altijd bij hebben. Het is echt super gezellig. Echt een toffe guy. Ja, hun zijn echt soulmates. Misschien wel het meest loyaals
loyale persoon wat ik ken in mijn leven. En als ik een 3D printer heb, dan zal ik JD echt uitprinten. Als jij je droomt en je droomt van oh, dit is echt een lekker wijf, dan zal ik printen JD. Want het is echt een knap griet. Ja, maar printen. Wat zei de mensen van? Nou, het is spraakmakend, dus dat is wat waar Temptation om draait. Ik was op het filteren en wat ik ook heel duidelijk aan, wat ik aangeef. Ik heb van JD als rups heb ik een vlinder gemaakt. En als ze moet vliegen, en ik maak het niet meer gelukkig. Wat dacht je? Ik doe even een betoog voor 6 vrouwen. Ja, en vaak gaat het zo dat als je iemand wat zegt, dat dat dan een keer een dingetje wordt. Maar ik vind het echt wel grappig hoe ik mezelf verwoord. Ik ook. Ja, echt wel heel knap, hoe ik daarbij kom. Dat is Temptation. Ja, had het nou maar even gekeken van tevoren. Ja. Ik vind dat een man meer input moet kunnen geven. Want ik ben bang, als ik een gelijkwaardige relatie zou krijgen, dat ik niet met mijn eigen koers vaar. Dat moet ik uitleggen. Ja, want ik snap er geen tyfus van. Ik ben echt een Amsterdammer en mijn vader is Jordanees. En ik ben met de oude stempel opgegroeid, waarbij vrouwen vroeger überhaupt niet echt veel werkten. Als ik later mezelf in een relatie zie, dan zou ik al graag gewoon willen doen dat als ik kinderen heb, dat mijn vrouw gewoon de moeder is, de huisvrouw, en dat ik zorg dat de brood op de plank is. En als een vrouw zegt, nee, ik wil advocaat worden. Dan prima. Dan ga ik lekker thuis op de bank zitten, niet werken en met de kinderen spelen. Oké. Okay. Prachtig, ze zijn getrouwd. Saai. Deze heb ik gezien. Deze is viral gegaan. Deze is fantastisch. Deze vind ik fantastisch. Ja. Ik ben ook wel eens viral gegaan. Maar dan was het met iets waarvan ik dacht... Daar sta je achter. Ah, het gruwelijk. Nou, ik vind het ook dit gruwelijk. Is even wat anders. Nee, sorry. Ik vind het keihard. En ik heb ook wel echt patiëntjes al... Ja? Ja, dan zie ik 2 witte duiven die voor mijn voeten landen. Ja, ben jij zo iemand? Nee, ik ben wel... Ik ben nuchter, hè. Ik kom uit Groningen en ik geloof helemaal niet in... Ik geloof niet in toeval en dat soort dingen. Ik denk dat sommige dingen wel seintjes zijn hier en daar. You're a spiritual man. Ja, ik geloof wel dat dingen gebeuren met een reden. Een relatie moet natuurlijk wel evenwichtig zijn. Oh, en jij bent zo bezig met andere mensen helpen. Ja, dat is mijn purpose. Wat is mijn purpose? Dan voel je je toch een absolute debiel? Nou, ik zeg het eerlijk, vertel jij dan wat purpose in het Nederlands is? Je doel. Oké, okay, dus dat is alles. Is dat, Weet ik veel, joh. Heb jij ouders? Niet meer. Ik heb mijn vader verloren aan zelfmoord. Oh, jeetje. Wat heftig. Dat is heftig. Het spijt me. Alweer bijna 9 à 10 jaar geleden. Okay. Dus ik kan er makkelijk over praten, dus don't worry. Maar daar komt ook mijn behoefte bij om mensen af en toe een duwtje in de rug te geven. Daar ben ik wel even stil van. Ja, dat snap ik. Wat verdorie, de meeste mensen kennen ook niet de Sony buiten Temptation. Nee. Ik ben Kevin. Ik ben Eva. En we zijn 1,5 jaar samen. Waarom we mee willen doen is omdat we eigenlijk toe zijn aan een volgende stap. Als ik een vrouw zou zijn, zou ik denk ik niet heel snel vallen op een Kevin. Ik hou een beetje van een beetje ruige man. Als ik later ouder word, wil ik ook een beetje die ruige gast worden. Een beetje doorgeleefd hoofd, een soort Wim Hof. Ik vind het geen aantrekkelijke gast. En het hoofd, daar word ik niet blij van. Maar daar hebben we Photoshop voor. Vind je mij knap? Maar daar hebben we Photoshop voor. Dat klonk niet als een sexy time. Nee, dit was voorbereiding voor wat komen gaat. Ik kom hier nou weer naartoe omdat JD voor jou een bericht heeft ingesproken. Met een boodschap. Lieve Sonny. Boodschap! In de afgelopen 3 jaar heb je me heel veel pijn gedaan. Ja, dit wordt vast een topfilmpje. Maar daarom wil ik wel eerst alles netjes met jou afronden. En daarom wil ik je middels deze weg laten weten dat ik niet meer verder kan met onze relatie. Dag 4 of 5 was dat, hè? Ons hele plan viel in het water. Wat een kut, sorry. Ja. Waarom? Ik had geen flauw idee wat aan de andere kant te gaan was. Maar zij natuurlijk die eerste kampvuur vannacht zien dat ik in die bus zei dat ik wil heel veel neuken. En ik wil die hele tafel proeven. Ja, maar dat zij het besluit maakt. Dat is duidelijk het al. Nee, dit had ik nooit verwacht en ik vind het ook niet netjes. Nou, wat ik 2,5 jaar vooral getekend heb. De stem van jou was wel aardig naar de klote daar. Dit had ik nooit verwacht. Dat jij bent dronken, verdrietig, noem maar op. Bijna slaap. Je bent wel echt een emotioneel wrak daar wel. Ik hoop dat jij dit me hebben aankijkt, dat ik feedback kan geven. Ik kan geen feedback geven. Ik kan nu niet met hem discussiëren. Zij zit daar, ik zit hier. Feedback, dat is een sollicitatie. Nou, ik vond het filmpje goed. Ik heb nog wel wat feedback. Ja, hij moet iets anders, moet hij inderdaad. Ik kan je 3 jaar helemaal weggooien in 1 week. Reality TV, man. Prachtig. Dit is waar we het voor dit doen. Dit is waar de kijkcijfers... Ja. Ja, hier gaan de kijkcijfers lekker op. Dit zijn de hier wordt geld mee verdiend. Inderdaad. Niet door mij. Over jouw rug. Ja. Jouw leven naar de kloten. En jouw goed zakzeetje erbij. Ja, zo werkt het inderdaad. Ja,
maar dit shot is duidelijk. Is het beter zo? Ja, 1000%. Ook al hadden we het wel overleefd, had het daarna denk ik ook stuk gegaan. Ja, Sonny, je zit hier waarschijnlijk met een dubbel gevoel, want JD heeft het min of meer uitgemaakt via een videoboodschap. Ben je afgevallen? Je lijkt hier een beetje boller. Stress, verdriet. Oh, oké. Eigenlijk heel dankbaar dat ik hier nu zit en ook gewoon voor mijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling met mijn relatie, dat ik denk van ja, dit had echt moeten gebeuren voor mij. Hij zei het. Ja, dit is natuurlijk een marteling. Ik voel me schuldig dat je dit jou laat zien. Nee, ik hoop echt oprecht dat het gelukkig zijn. Het is toch kut? Het is dan niet leuk om naar te kijken? Ik zeg het je eerlijk, ik hoop echt dat JD dikke zijwieltjes kan zijn. En JD kwam vanaf date 1 bij mij wonen omdat haar thuissituatie niet ideaal is. Het is niet een soort schuld die je hebt bij iemand. Zo van, ja, hey, schat, ik moet bij mij wonen, dus nu ben je me wat schuldig. Ik heb een factuur opgestuurd hoor. Probeer je psycholoog uit te hangen, maar dat gaat niet echt goed. Dit was het kutste moment van de hele tijd deze. Ja, hier ben ik eigenlijk ook opgesprongen. En toen heb ik gezegd, daar ben ik klaar mee. Ik heb mijn liefde verloren en ik heb er vrede mee. Ik betaal die boete, ik ga naar huis, ik ben er klaar mee. Je moet een boete betalen, ja, als je eerder weggaat. Je zit vast, bro. Uiteindelijk hebben ze me toch omgeluld om te blijven. En die boete was ook echt niet misselijk. Ik praat echt over een paar maanden salaris. Ik kan nog steeds echt een keer in elkaars ogen gaan kijken. En dit is niet respectvol naar elkaar toe. Snap ik. Die is zo mooi, bro. Wat je zoekt altijd iets op wat je gewoon in een filmpje kan editen. Ik ga er helemaal goed op. Maar je spreekt het wel uit dat je geïnteresseerd bent en je wilt er voor ons zijn. Maar je bent het niet. Dus je woorden en je daden liggen te ver van elkaar af. Heeft hij gelijk of is bullshit? Ben ik wel mee eens. Ik had gezegd, ik stop ermee. Ja. En toen heb de productie gezegd, Zorn, die gast ga je ook echt nog wel nodig hebben. Dus ik zei, ik blijf wel voor de boys. Ik met die meiden wou ook niks. Dus wat was mijn missie daar nog om te doen? Een beetje die boys helpen. Dat is het Nederlandse woord voor purpose. Missie. Ja, missie. Een soort van. Ja. Ik heb te vaak aannames dat ik wel denk, weet wat het beste is. En daar handel ik dan ook naar. Dus ik heb nu maar echt geleerd om eerst even wat vaker de kat uit de boom te kijken en dan vanuit daarop te gaan handelen. Ik heb gewoon altijd wel heel snel mijn mening klaar. Dus je hebt wel zelfontwikkeling. Gegroeid, jongen, niet te doen. Je bent aan het groeien, niet fysiek, jongen. Maar mentaal. Fantastisch. Geweldig. Hey. Hey. Wat gebeurt hier wat nou? Gebeurt hier? Wat een love or leave. Nou nee, hoor, is gewoon porno dit weer. Nee. Hij houdt porno. Gewoon weer in het broekje. Lieve Gregory, allereerst mijn excuses als ik je gekwetst heb, maar ik moet voor mezelf kiezen en je laten gaan. Ah, dit klinkt niet heel best. Nee, dit is licht uitgedrukt. Volgens mij flipt hij hem nu ook. Ik wist het toch, bro. Dat heb ik je toch gezegd, bro. Ik heb je toch gezegd, bro. Yo, bro. Deze schildpad is uit zijn schild, hè? Nee, we lachen erom, maar dit is natuurlijk verschrikkelijk. Nee, maar ik zeg het eerlijk, maar het is wel tempa wat je met je doet. Wat wil je zeggen tegen iedereen die overweegt om mee te doen met Temptation? Niet doen als ze niet betalen. Als je een beetje gezonde relatie hebt, moet je ver weg uit de buurt blijven. Ik vond het stoer dat je ging kijken. Oké, de groeten! Ja, sluit je zo dat af? Ja, zeker. Niet abonneren, liken en kijk Temptation verder. Nee, vooral geen promotie. Niet doen. Niet doen, inderdaad. Meld je gewoon aan voor Temptation. Ja. Dat is heel leuk, hoor ik.